De situatie met betrekking tot de COVID-19-besmettingen in het Apura-gebied is alarmerend. Dit zegt Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Het NCCR speelt in op de situatie middels distributie van goederenhulp. Maar vanwege de slechte staat van de wegen in het gebied is het heel moeilijk om adequate hulp te verlenen. Apura was Sharmu section. Ja. Zijn een aantal van die inheemse dorpen die op dit moment inderdaad getroffen zijn geworden door COVID. Maar wij hebben dus inderdaad met deze leeuwers, nadat zij een brief heeft geschreven naar ons, eigenlijk geen brief, maar een mail heeft geschreven, hebben wij dus contact gehad met haar. En nou, dat heeft dus geresulteerd in een aantal zaken die wij dus als van NCCR, de ondersteuning die wij zullen geven aan hun. En het gaat in deze om voedselpakketten die gestuurd zullen worden richting Apura, naar de DC toe. Wat betreft de COVID-situatie weet ik dat de medische diensten daarvan ook wel op de hoogte zijn. En we moeten dus natuurlijk kijken wat de activiteiten zijn en wat de acties zijn die dus door de medische diensten zullen worden ondernomen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een alarmerende situatie in zoverre dat de mensen dus hun kostgrondjes en zo zijn onder water. En op grond daarvan kunnen ze dan geen niet voldoende voeding hebben. En uiteraard die situatie van COVID is net zoals op andere plaatsen in het land, is dat natuurlijk ook eentje die zorgwekkend. Slijngaard zegt dat het NCCR niet over alle middelen beschikt. Ze zijn nog niet naar het gebied geweest voor oriëntatie, maar maken gebruik van foto's en filmpjes die de districtscommissaris stuurt. Hierdoor kunnen zij zich wel een beeld vormen van wat zich daar voordoet.